Als kind sprak ik liever dan dat ik luisterde. Maar een van de grote ontdekkingen van mijn leven is geweest de rijkdom van het luisteren. Het is een soort wonder als je ruimte maakt voor de ander, haar of hem zich uit laat spreken en daarin aanvaardt. En precies in het ruimte maken voor de ander toch ook zelf gelukkig bent. Wil je zelf ook dit wonder ontdekken? Schrijf je dan in voor de cursus Luisteren op Kerknet.